Beste kijkers, we hebben heel lang gezocht, maar helaas hebben wij geen ondernemer van de maand kunnen vinden die ons interessant, spannend genoeg leek. Wacht even. Ja? Je lijkt een beetje verdrietig. Wat is er? Oh nee. Nou, we zijn hier met filmen bezig. En ja, er is iets niet goed gegaan met de planning, maar ja, dat komt wel in orde. Dus, Wil je een snoepje? Nou, waarom niet? Moet kunnen of niet? Nou, mag dat? Ja hoor. Oh, een stoepkratje. Dat is lekker. Heb jij het hier ergens gehaald? Ja, daarom de hoef, bij Lekker en zo. Daar maken ze zelf ook snoep. Mensen, ik denk dat wij zojuist hier in Doesburg onze volgende ondernemer van de maand hebben gevonden. Waarom niet ook eens een keer snoep proeven? Wil jij ons daar even naartoe brengen? Ja, tuurlijk. Ja? Nou, kom, gaan jullie mee? Goedemiddag, hallo. Mag ik me even voorstellen? Anne Schreuter van RTV Achterhoek. Hanneke. Bibi, hoi Bibi, ken Hanneke. Ja, snoep gehad, ja, die ken ik. Ze heeft me verteld dat jullie hier zelf snoep maken. Ja, dat klopt. Wij zijn op zoek naar de ondernemer van de maand. De Achterhoekse ondernemer van de maand. Zouden jullie het leuk vinden als wij van jullie ondernemer van de maand maken? Jullie maken zelf ook snoep? Goed zo. Nou zeker, dankjewel. Bedankt voor de complimenten. Loop door naar achter, mijn man is net snoep aan het maken. Kom, ja, goed moment. Ja, dan gaan we even kijken. Mijn naam is Wilfred Hoet. Ik heb samen met mijn vrouw in Doesburg een oud-Hollandse snoepwinkel. Daarnaast hebben wij nog een suikerbakkerij waar wij op ambachtelijke wijze ons eigen snoep weer kunnen maken met hele oude machines van 1900. Met die machines produceren we weer, laten wij ook zien hoe wij ons snoep maken. We hebben een aantal eigen recepten die we erg heel lekker zijn. En daarnaast maken we natuurlijk de gewone recepten, zoals een roomboterwafeltje, sinaasappels, citroentjes, aardbeien en nog meer van dit soort heerlijk nijen. Wij doen dit nu ondertussen een jaar of vijf. We doen dat met veel plezier en veel passie. Onze winkel is op een oude manier ingericht. Je kan bij ons nog heerlijk snoep uitkiezen vanuit een pot. Een wijsje aan van nou, die wil ik en die wil ik. En dan doen wij dat weer netjes afwegen en dat gaat dan weer in een mooie papieren puntzak. En daaruit kan je dan heerlijk je snoepje nuttigen. Dat past altijd. Speciaal, dat past op je gewicht. We zijn pas verhuisd, we hebben nu een heel groot pand gekregen en zijn we ontzettend trots op. Hier kunnen we nog meer laten zien, door middel van onze oude machines, wat ik net al zei. Daar kunnen wij ook laten zien hoe wij suiker trekken, zoals we dat vroeger ook altijd deden. Waardoor je weer een andere smaak krijgt van je product, een luchtig snoepje, niet zo heel keihard zuurtje. Op die manier kunnen wij ook laten zien hoe we het doen. En we hebben diverse manieren van het maken van het snoep en dat kunnen wij hier laten zien. En door onze winkel heen kan je ook diverse snoepjes zien wat er allemaal is. We hebben meer dan 400 soorten drop en zuurtjes.
Daarnaast maken wij ook hele leuke cadeaus daarvoor. En dat is onze dagindeling waar we ons leven mee vullen en ons geld weer mee verdienen. Mensen die hier binnenkomen bij ons in de winkel, die kunnen door de winkel heen lopen. Dan kunnen ze meekijken hoe ik op dat moment aan het snoep maken ben. En ik doe mijn verhaal. Het maakt niet uit wanneer je binnenkomt. Wij proberen altijd kleine hoeveelheden te maken. Zodat zeker in deze periode waar we veel toeristen hebben, dat mensen ook kunnen zien in een korte tijd hoe snoep gemaakt wordt. En willen ze langer blijven, dan kunnen ze weer het volgende snoepje meekijken. Hoe we dat maken in onze koperen pannen en op ons fornuis en dergelijke. Wij maken bij ons in onze suikerbakkerij maken wij een speciaal snoepje. Dat is een eigen recept. En wij doen dat door middel van het zetten van een Italiaanse espresso koffie. Daarbij voegen wij suiker natuurlijk. Daar komt een zwarte stroop bij. En het leuke van het hele verhaal is, wij doen er ook verse slagroom bij. Die slagroom die zorgt ervoor dat je dus vanuit die hele bittere, sterke koffie, dat je een bepaalde manier van koken, een bepaalde temperatuur, dat er een vleug karamel doorheen gaat komen. Die karamel proef je niet echt als zijnde karamel, maar de bitterheid van die sterke koffie, die wordt wat minder. Waardoor je dus een mooie, milde koffie krijgt met een goede, volle smaak. En dat produceren wij als zijnde een balletje. Die gaat door een van die oude machines van ons heen, waar de vormen mee gemaakt worden. Dus wij koken dat in een groot koperen ketel. Op het moment dat hij de temperatuur bereikt heeft, dan gaat hij op de marmeren plaat. Daar koelt hij weer af tot een bepaalde temperatuur. Dan gaan we er stukken van knippen en die verdwijnen dan door de machine heen. Die komen er dan als plakkaatje uit. Dat plakkaatje zitten al die snoepjes nog vast met een heel dun vliesje. En op het moment als wij hem verder laten afkoelen, dan valt die al bijna uit elkaar. Dan blijft er alleen nog scherpe kantjes over. En door de snoepjes tegen elkaar aan te laten bewegen, vallen die stukjes er weer vanaf. Worden ze mooi uitgezeefd. En dan, als ze goed afgekoeld zijn, dan kunnen ze weer, zijn ze klaar voor de verpakking. De winkel open doen, dan komt iedere dag weer eigenlijk die droom van vroeger naar voren. Die snoepwinkel, die geur, iedere dag is voor ons weer een heel nieuw feest. En onze droom die wij destijds hadden is ook weer uitgekomen. Ieder kind denkt vroeger als ik straks groot wil, dan wil ik een snoepjeswinkel hebben. Hier horen we dat bijna iedere dag. Kinderen komen binnen van, ik baan me helemaal in de snoepjeshemel. En we hebben ook nu iemand hier te werken, die zei dat vroeger ook, van, hier zou ik ooit willen werken. Nou, haar wens is uitgekomen en ze werkt nu ook hier. Dus het is gewoon iedere dag een feestje om in onze winkel te mogen staan. Voor mij, voor mijn vrouw, voor mijn dochter. Het is gewoon ontzettend leuk. We hebben voor een aantal jaren terug, hebben wij hele oude machines gekregen. En van een hele oude suikerbakker uit Amsterdam.
die machines waar wij dus nu weer mee werken, die wij gerestaureerd hebben helemaal, die hebben gestaan vanaf 1900 tot 1979 in die suikerbakkerij. En daar is ook een kookboek bij geschreven destijds, waar de recepten in staan die ze toen maakten. Nou, die recepten zijn wij ontzettend druk mee om die weer terug te brengen in de tijd van nu met onze producten, om die smaken weer te evenaren. Zo hebben wij bijvoorbeeld weer de echte ouderwetse roomboterwafeltjes, die ook naar roomboter smaken en die gewoon lekker zijn. Het is weer, je proeft op het moment dat je hem in de mond doet, proef je gewoon heerlijk die roomboter. Sinds een korte tijd, goed half jaar, drie kwart jaar, maken wij hier in onze winkel ook hakhoning. Hakhoning, dat komt uit de Franse Fougese. Dat hebben toen destijds monniken gemaakt. En dan praat je over de jaren 1700. Die maakten dat met hun honing. Die honing, daar deden ze een eucalyptus aan toe en ze bereiden dat op een bepaalde manier. En dat werd destijds een beetje gebruikt als medicijn voor de dorpsbewoners om hun abdij heen. En wij maken dat hier in onze winkel tegenwoordig ook. Dus wij maken op dezelfde manier met honing, met suikers, met diverse smaken als een eucalyptus, als een sinaasappel. Ook weer datzelfde soort snoepje. Het is een niet al te hard snoepje, maar een lekker fris snoepje. En die ook eigenlijk weer gebruikt kan worden als je verkouden bent of een vastzittende hoes hebt. Of als je pijn in je buik hebt of slecht slaapt. En dat maken wij hier weer. Het leuke is, als je aan het koken bent, dan ruik je, die hele winkel ruikt dan. En niet alleen de winkel, maar ook naar buiten toe. En het leuke is, straks weer de scholen weer bezig. Je weet de kinderen hier uit Doesburg van, oh, Wilfred is weer lekker bezig met zijn snoep. Komen dan even naar binnen toe om een snoepje te halen. Dan zijn ze weer vertrokken. Soms vragen ze van, ah, wil je morgen dat en dat snoepje maken? Ja, goed, meestal probeer ik dat natuurlijk te doen. Lukt niet altijd, maar meestal zeggen ze altijd van, het ruikt weer, Wilfred is bezig. Dus. Nou, jij ook bedankt. Ja, jullie ook bedankt. Dank je voor jullie voor de kansen. En bedankt voor het compliment. En wij komen snel weer. Oké, altijd wel. Ja. Oké. Mimi. Ik heb het echt leuk gehad. Ja, ik ook. En spannend, hè? Ja. Interessant hoe die snoep maakte, of niet? Ja, ik vond het heel interessant. En ik ben gewoon net in de hele winkel van mijn huis gegaan. Ik mocht het proeven. Nou, beste kijkers. Vandaag zijn we in Doesburg geweest. Voor lekkers en zo. Onze ondernemer van de maand. En dat is echt een ondernemer van de maand, of verdient echt de titel ondernemer van de maand, of niet, Bibi? Ja. Nou, wij zijn weer goed verzorgd met snoep. En hun zijn met de ondernemer van de maand naar huis gegaan. Precies. Dus. Dus, en wat gaan wij doen? Wij gaan nu ook naar huis. Ja? Ja, is goed. En ik hoop dat je mij nog eens een keer gaat helpen met de presentatie. Ja. Ja? Dat lijkt me ook heel erg leuk. Nou, en aan de mensen thuis, tot de volgende keer. Abonneer op dit kanaal! Ja!
en bent u nog niet in Doesburg geweest? Kijk dan naar de volgende aflevering van Beeldschoon Achterhoek op rtvachterhoek.nl.